Dames en heren, mag ik jullie vragen om te gaan zitten? Dan kunnen wij gaan beginnen. En ik vraag ook aan het college, de portefeuillehouder, om te gaan zitten. Ja, er is er eentje die niet zit. Het zijn altijd dezelfde. Oké. Fijn dat er wat aandacht komt. Welkom bij het sessiedebat over het sessieverzoek Meermaker. Op 16 februari, dat is vorige week, hebben jullie een informatieve bijeenkomst gehad. We hebben voor dit debat 1 uur de tijd. We hebben eerste spreektijden en eerste termijn. En daarna kunnen er vragen worden beantwoord door het college. En vervolgens is er nog ruimte voor politiek debat. En omdat deze sessie is aangevraagd door D66, heeft D66 extra tijd. En heeft ook als eerste het woord om deze sessie in te leiden. Ja, dank u wel, voorzitter. En dan kom ik met een beetje een ongebruikelijk begin van mijn bijdrage. Want ik wil graag een ordevoorstel doen om de sessie van vandaag uit te stellen naar een nader moment. En dat zal ik ook even toelichten. Wij hebben vandaag ook technische vragen gesteld op basis van ons sessieverzoek en de informatie die we tot nu toe hebben gekregen. Dat is een brief in december en een informatieve bijeenkomst vorige week en gisteren een brief naar aanleiding van die sessie en in beantwoording op de dienst van Algemeen Economisch Belang, waar ook even aan gerefereerd is. En wij hebben het idee dat deze sessie dus nog te vroeg komt. Wij zouden dus graag nog wat aanvullende vragen beantwoord zien en later met de collega's dan het vervolg doen en deze sessie inplannen. Dank u wel. Ordevoorstellen moeten onmiddellijk in stemming worden gebracht. Ik wil wel nog toevoegen dat er ook een keuze is. U kunt ook altijd de sessie nog door laten gaan en aan het einde beslissen of u vindt dat het onderwerp voldoende besproken is. Dus daar is ook een mogelijkheid om dit uur wel te gebruiken voor het gedeelte van de informatie die u wel heeft gehad. Dus er zijn wat mij betreft 2 voorstellen die ik bij jullie neer wil leggen. Ofwel uw voorstel hier schorsen, ofwel die conclusie even aanhouden tot het einde van het debat. En ik denk dat ik daar gewoon even een rondje voor ga doen. Ik wil gewoon een rondje doen. Ik geef even dan het woord aan GroenLinks. Voor welke van de 2 opties heeft u voorkeur? Optie 1. Woordvoerder vanuit het CDA, de heer Blom. Voorzitter, u verrast mij met de 2e optie, maar ik ga mee met de D66 en als die vinden dat ze te weinig informatie hebben, dan wachten wij daar rustig op. Voorzitter, mag ik een vraag stellen aan het college hierover, dat wij antwoord geven? U wil een vraag aan het college stellen over een ordevoorstel? Ik wil vragen of dit zou pijn doen als wij hem uitstellen. Dank wel. Ordevoorstellen in principe worden niet aan het college voorgelegd. Het is... Het kan wel, maar ik kijk even naar het college. Maar volgens mij is dit uw verzoek over een sessie en ligt er geen besluitvorming voor. Dus het college heeft hierin eigenlijk geen rol. Ik ga door met het ophalen van het rondje. Ik was gebleven bij GroenLinks. De heer Beuzenberg van SRA. Dank u wel, voorzitter. Nee, ook wij steunen het voorstel van D66 en helemaal als een partij zich niet genoeg geïnformeerd voelt. Dus wij zouden ook graag deze sessie willen verplaatsen en dat we dan op die manier een debat van betere kwaliteit kunnen vormen. Dank u wel. Dank u wel. De heer Boels van de VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zouden liever gaan voor optie 2. Wat ons betreft is er meer dan voldoende informatie en denken we niet dat het beantwoorden van de eerste technische vraag, want daar gaat het eigenlijk alleen over, dat voldoende informatie zoveel heel veel anders maakt. Maar aan de andere kant, als wij met z'n allen iets anders vinden, dan is het zo. Maar wij gaan voor optie 2. De heer Spijker, 1 Haarlemmermeer. Dank u wel, voorzitter. Wij gaan voor optie 1 uitstellen. Mevrouw Koolmoes, HAP. Ja, dank u wel, voorzitter. Het uitstellen van de sessie vanavond kan HAP steunen. Maar we verzoeken wel zo spoedig mogelijk alle informatie die we kennelijk nog niet hebben ontvangen met ons te delen, zodat de sessie alsnog het liefst in Q1 kan plaatsvinden. Dank u wel. De heer Schaap, Fortsa.
Dank u wel, voorzitter. Wat Forza betreft kunnen we het vanavond er wel over hebben. Hoeft hij er niet af. Wij zullen voor optie 2 gaan. De heer Van Laar, PvdA. Voorzitter, wij kunnen het uitstel steunen van een debat. We willen het college ook uitnodigen om bij die aanvullende informatie ook een heldere toekomstvisie neer te leggen op meer maken. Want dan kunnen we het daar ook over hebben. Praten over de toekomst is interessanter meestal dan over het verleden. In de politiek in ieder geval. De heer Den Butter, ChristenUnie SGP. Ja, ik wil me eigenlijk wel aansluiten bij de verklaring van de PvdA. Met name ook voor die toekomstvisie. En het zou mooi zijn als we ook keuzes kregen waarin we konden kiezen tussen verschillende scenario's. Doorgaan met meer maken, combineren van dingen. Helemaal stoppen. Er zijn allerlei keuzes mogelijk en wat daar dan de consequenties van zijn. Dat zou het voor mij enorm verrijken. En het laatste punt wat ik graag eraan toe zou willen voegen, zou ook enorm helpen als het initiële raadsvoorstel weer terugvindbaar is. Als u die bij de stukken toe kan voegen, dan zou dat wat ons betreft helpen. Dank u wel, mevrouw Antolini, Forum voor Democratie. Dank u, voorzitter. Wat FVD betreft kan het gewoon doorgaan, dus wij kiezen voor optie 2. Dank u wel. PVNL is niet aanwezig. Het ordevoorstel om de sessie te schorsen heeft de meerderheid. Ik geef u wel mee in reactie op het verzoek van Van Laar en de heer Den Butter. Het is een sessievoorstel van de raad zelf, waarbij in eerste instantie niet het verzoek is gedaan aan het college om met een toekomstvisie te komen. Dus daarmee wordt er wel een uitbreiding gegeven. Dus ik weet niet wat dat technisch teweeg brengt, maar dat was geen onderdeel van het eerste verzoek. U heeft hierop een reactie, meneer Van Laar. Ja, voorzitter, misschien ter toelichting, maar uit de informatie die ons verstrekt is, is mij gewoon volkomen onduidelijk wat de meermaker nu zou moeten gaan doen. Dit jaar, volgend jaar en over 5 jaar. En dat moet gewoon helder beschreven worden. Ik neem aan dat er een plan voor is of er wordt gewoon wat gedaan, dat weet ik niet. Nou, dat kan dan toegelicht worden. Ik wil graag een visie. Dank u wel. Ik neem aan dat het college dit heeft gehoord en als dat niet voldoende is, dat u dat dan via een schriftelijke vraag nog toevoegt. En dan, dan is bij deze het voorstel aangenomen en wordt deze sessie geschorst. En zal het presidium gevraagd worden om een nieuw moment in te plannen voor deze sessie.